En daar is Maarten in Ulaanbaatar. We hebben autopech. Er is een band Kapulewitski gegaan. En hier hebben we kolen gehaald. Voor vanavond lekker warm in de tent. En hierachter zijn hutjes. We zagen net een mannetje in zijn blote billen. Die zat er ergens te poepen. Er zijn hier aardig wat zwerfhonden. Daar ligt er een. Ik zag ook twee puppies. Die is ten dode opgeschreven. Ja, deze is heel dun. Dat zien we nu niet. Maar dat niet net. Ja, hè? De mensen zijn hier ook arm. Dan is dat toch even belangrijker dan de dieren, hè? Ja, zo rijk zijn als wij. Nou, het verkeer is gigantisch, hectisch. Iedereen tutert en rijdt om elkaar heen. We waren net op de vleesmarkt, iedereen wil eerst. Nou, nu lijkt het heel best wel rustig. Nou. Het is best wel koud eigenlijk. Maar het is wel mooi weer. Ik bedoel, mooi redelijk zonnetje. En het is een uurtje of 9 geloof ik, 's ochtends. Om 7:30 werden we opgehaald. Mooi station met een groot scherm waar Engelsen, waar een soort MTV op stond. Heel apart. Dat schaalde over het plein. Nu kan je dingetjes kopen. En daar hebben we onze gastvrouw, Anna. En ik ga nu even een sigaretje roken. Een hoger gebouw, die staat volgens mij leeg, want mijn glas is allemaal kapot. Dus wij wachten eventjes tot ze weer in de auto kunnen. Doei!